Goedemiddag. Ik heb gezien dat er veel leerlingen zijn die ontbindende factoren toch nog wat moeilijkheden mee hebben. Dus dan heb ik hierbij een kleine samenvatting gemaakt van de eerste drie methodes die we al geleerd hadden. De vierde methode kan je eigenlijk terugvinden op het YouTube-kanaal Uitgebreid. Dus dat ga ik niet meer herhalen. Goed. Ontbindende factoren, de eerste methode, noemt gezamenlijke factoren afzonderen. Daar hebben we drie stappen dat we moeten ondernemen. We gaan uiteraard afzonderen voor haakjes. Bij de cijfers kijken we naar de grootste gemeenschappelijke deler. Bij de letters kijken we per letter naar de laagste exponent. Die gaan we vooraan zetten. En als we die afgezonderde factor bekijken, dan gaan we eigenlijk hetgeen we al hebben delen door die factor om te weten wat we tussen de haakjes moeten plaatsen. Ik overloop met een eerste voorbeeld. Min 14b kwadraat c, min 42bc kwadraat, plus 56bc tot de derde. Grootste gemeenschappelijke deler, heb je twee mogelijkheden. Ja. We hebben hier twee keer een min en een plus. Als er overal min staat, is de regel dat we sowieso een min vooraf gaan plaatsen. Maar hier hebben we dus de keuze. Ik kies er nu voor om geen min voor te plaatsen. Ja, dus ik laat gewoon die tekens staan. 14, 42 en 56 moet je al gaan nadenken. Ja, wat zou ik kunnen afzonderen vooraan? Als je goed kijkt, dan zie je dat alles deler 7 heeft. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat alles eigenlijk ook deler 14 heeft. 42 is 3 keer 14 en 56 is 4 keer 14. Je moet altijd de grootste gemeenschappelijke deler vooraan plaatsen. Dus dan moeten we 14 vooraan plaatsen. Cijfers, grootste gemeenschappelijke deler. Dus ik neem de min nu niet mee. Je kan dat wel doen. Ja? Maar dan moet je natuurlijk binnen haken straks alle tekens gaan wijzen. Laagste exponent per letter. We beginnen bij de b. B kwadraat, b en b. De b is b tot de eerste, dus de laagste exponent is b. C, daar heb je c, c tot de tweede, c tot de derde. Gaan we ook de c voorop plaatsen. Maal haakjes, want we hebben niks meer. We hebben geen andere letters meer. Goed, dus nu gaan we gaan delen. Dat is die derde stap, delen. Dat wil eigenlijk zeggen, ook weer cijfers en letters apart nemen. Min 14 gedeeld door 14, pas op, is min 1. Ja. Maar de 1, als we weten dat er nog letters volgen, gaan we niet schrijven. Dus die 1 schrijven we niet, dus schrijven we gewoon de min. B kwadraat gedeeld door b. Bij deling van machten gaan we de exponenten aftrekken. B tot de tweede gedeeld door b tot de eerste staat er hier eigenlijk. 2 min 1 is 1. Dus we houden 1b over. C gedeeld door c is niks. Maar dan mag je niet 0 schrijven, dat is eigenlijk 1. Want c tot de eerste gedeeld door c tot de eerste is 1 min 1, 0. Maar het is c tot de nulde. En c tot de nulde is 1. Dus dan blijf je daaraf. Volgende term. Die ik ga delen door mijn factor. Met, pas op je teken. Min 42 gedeeld door 14 is 3. Ja, dus pas op, min 3. Hè. Dus niet vergeten, min 3. B gedeeld door b valt weg. Niet aankomen, afblijven. C tot de tweede gedeeld door c is 1 keer c. Dan hebben we 56 gedeeld door 14 is 4. Ja. Dus dan hebben we plus 4, want hier hebben we plus gedeeld door plus is plus. B gedeeld door b valt weg. Ja. Dat is hetzelfde als dat je 2 gedeeld door 2 doet. Dat is 1, ja. Dus dat schrijven we niet. C tot de derde gedeeld door c, tot de eerste is dat eigenlijk. 3 min 1, exponenten aftrekken. C tot de derde gedeeld door c. 3 min 1 is c tot de 2. Ja.
En dat is mijn oplossing. Ja. Je gaat oefeningen tegenkomen waar je bijvoorbeeld nog binnen de haakjes nog verder kan met de andere methodes. Maar hier stopt het. Goed. Als ik nu nog een tweede voorbeeldje ga tonen. Dan ga ik eentje tonen waar je iets kan afzonderen met haakjes. Hè? Want daar zijn er nog veel vragen rond. Iedereen ziet dat op het eerste zegt dat je niks kan afzonderen. Want ze hebben niks, geen cijfers, ook geen letters. Dat ze hetzelfde hebben. Maar, weet je nog, onderlijnen. Zaken tussen haakjes kunnen we onderlijnen. Je ziet wel dat dit op elkaar gelijkt. Het is eigenlijk hetzelfde, maar met een tegengesteld teken. Met een tegengesteld teken, dan gaan we eigenlijk ons trucje toepassen. Wat mogen we nu doen? Dan gaan we eigenlijk goed kijken. Gaan we eigenlijk ons teken voor de haken veranderen. Maar als voorwaarde dat je dan binnen de haken je tekens ook allemaal wijzigt. En als je nu goed kijkt, ja, dus dat mag. Maar als voorwaarde, als je hetzelfde wil bekomen, zo kan je die truc toepassen, dat je voor de haakjes je teken gaat wijzigen. Staat er hier nog een 3 tussen, dat maakt niet uit. Het is het teken dat daarvoor staat dat je moet wijzigen. Goed, we kunnen dat anders schrijven. Ik ga het een beetje anders schrijven om het gemakkelijker te maken. Dus a min b maal c plus min b plus a, verwissel die twee van plaats, dat mag. Is a min b maal d. Nu zie je wat we geleerd hebben. Ja, als het hetzelfde is, onderlijnen. Voor de haken afzonderen. Maal haakjes, uiteraard. Onderlijnen doen we omdat we zien wat zonderen we af. En dan weet je ook wat je niet hebt afgezonderd en wat je dus nog overhoudt. Wat je overhoudt met tekenen allemaal, ga je tussen de andere haakjes gaan plaatsen. Wat houden we over? De C plus D. Ja, want D plus komt van de min hiervan. En dat is mijn oplossing. Oké? Dit is methode 1. Methode 2 is in een volgend voorbeeld.